Hallo allemaal en welkom bij alweer de derde video van Top Insecten. Ik heb vandaag te horen gekregen dat ik een uh, boek en een stapel stickers ga krijgen van, uh, van de mensen van Albert Heijn. Dus dat is heel erg relaxed. Ik heb er hier nog vier. Die vier gaan we openmaken en dan gaan we kijken wat erin zit. En als je hebt gekeken gisteren naar mijn video, dan heb je gezien dat we naar de app hebben gekeken. En die app was heel leuk. Die kan ik er misschien zometeen ook nog even bij pakken. Oh, dit is bijzonder. Dit zijn twee dingen die bijzonder zijn. Kijk, kijk, als je het kan zien, kan je het zien. Die linker, die heeft hier een soort, uh, ja, iets wat je aan kan raken. Het is een, een soort koddelig iets. Nee, het ruikt naar niks. Het is de angeloze bij. Angeloze bijen kunnen niet steken, maar wel goed bijten. Ze zijn dan wel angeloos, maar niet weerloos. Kijk, dat staat erbij. Op de bloemen van koffie in Zuid-Amerika kun je angeloze bijen tegenkomen. Oké. Okay. Door hun bestuivingswerk krijgen de koffieboeren meer en betere koffie. Nuttige beesten dus. Ja, maar dat wisten we al, dat bijen heel erg nuttig zijn. Bijen zijn super belangrijk, want die bestuiven van alles in de natuur. En alles moeten we met de hand gaan doen. En dat is onwijs veel werk. Dus insecten zijn, want dat gaat sowieso belangrijk, want alle insecten doen dat. Die. Uh, oh, voorzichtig. Dit vind ik alleen een beetje jammer elke keer. De insecten zorgen ervoor dat er gewoon meer bloemen komen en dat de groenten bestoven worden. Van alles eigenlijk wat uh, op die manier leeft, die heeft insecten nodig. Chocoladeknut. Wat een enorm rare naam uit het buitenland hoort die bij. Deze mini-muggen zijn de enige insecten die de cacaoboom kunnen bestuiven. Huh. Zonder hen zou er veel minder chocolade zijn. Gelukkig dus dat ze er zijn. Maar prikken ze ook bloed? Dat weet ik niet. Deze mug is echt heel erg klein. Maar, andere, maar anderhalve millimeter. Wow. Oké. Okay. Hier staat dus. Kijk maar eens op dit kaartje hoe klein dat is. Dit. Kan je die stip zien? Zo groot is anderhalve millimeter. Nou ja, hoe dichter ik hem bij, bij, de, bij de camera hou, hoe groter. Maar dat is echt een. Ja, het is net geen. Het is iets groter dan zo'n ballpoint-punt. Maar hier kan je zien hoe groot een pen is. En dan kan je zien. Hoe groot die stip is. Of hoe eigenlijk hoe klein deze stip is. Dit zijn echt miniatuurmuggen. Ik denk niet dat die kunnen prikken. Want net zoals met heel veel uh, bijvoorbeeld andere insecten. Sommige spinnen bijvoorbeeld. Die vind ik best wel eng. Alleen hun kaken zijn zo dun of klein of zwak. Ik weet niet precies wat het is. Maar die komen niet eens door onze huid heen. Dus ik ben bang voor spinnen waar ik helemaal niet bang voor hoef te zijn, Want ze kunnen me toch niet bijten. Grote groene aan. Waarom zou die aan heten? Deze sprinkaan eet veel schadelijke insecten op. En omdat hij heel groot is, lust hij er extra veel. Een handige bestrijder, dus. Oké, okay, hij heeft dus geen groente. Dat is wel. Of uh, geen graan en zo. Want dat doen ze ook natuurlijk. Hè? Dat ze de oogst kapot maken. De vrouwtjes van deze sprinkaan hebben een soort zwaard. Ah, oh, kijk hier. Zie je dat? Dat is de sabel. Ze hebben een soort zwaard. Een legboor heet dat. Daarmee kunnen ze de eitjes in de grond stoppen zodat ze veilig zijn. Oké, okay, dus wat ze doen, ze prikken hiermee dus in de grond en leggen daar in dat gat dan hun eitjes. Dat is handig. Oké, okay, nou nu weten we dus ook waarom het de grote groene aan heet. Hij heet de grote groene aan omdat hij groot is. Hij is groen en hij heeft een uitsteeksel aan de achterkant dat op een sabel lijkt. En een sabel is een soort uh, zwaard om het maar zo te zeggen. Dat is zo met zo ja, ja. Het is een, een groot zwaard met uh, zo'n zo bescherming hier volgens mij om je handen heen. Het lijkt een beetje op een degen. Alleen dan is een zwaard, een sabel is dan met een plat een blad, zeg maar. Ik weet niet, weet niet hoe het blad heet meer. En op het loopt geloof ik een klein beetje krom. En een degen is, uh, ja, is gewoon zo'n rond, eigenlijk zoals dit. En dan zit er zo'n uh, zo ronde halve bol zit erin waar je, waar je zo vast staat. Bij schermen zie je dat. Bij schermen leer je ook met een sabel vechten. Heet dat sabel vechten? Honing bij, die ken ik. Wist je dat bijen een rol spelen bij het telen van appels en peren? Ja, ze spelen bij van alles een rol. Dat heb ik jullie net gezegd. Ze brengen stuifmeel van bloem naar bloem. Waardoor de vruchten goed kunnen groeien. Bestuiving noemen we dat. Is het een vroeg plaatje? Het is nummer 15. Nou ja. Maar dat, dat weten we al, ja. Honing is natuurlijk hartstikke lekker. Maar weet je dat het eigenlijk nectar is dat door de bijen is uitgespuugd? Dat weet ik. Niet te lang bij stilstaan. Want honing is nog steeds wel heel erg lekker en erg lekker zoet. Nou. Dat waren de vier plaatjes van, uh, van vandaag. En de van gisteren, dat waren de. Kijk, kan ik dit zo nog laten zien? Het zijn er nog niet zoveel, dus ik kan het uh, erbij pakken. De witte vlieg. De, het pimpernel blauwtje. De wespen. De wesp was trouwens echt super leuk in de app. Dan kon je hem besturen. Dus als je dat uh, wil zien, dan moet je even naar de video kijken. Daar heb ik hem nog niet heel goed kunnen besturen, omdat ik. Uh, op een plek was waar dat niet uh, zo goed ging. Maar je kan hem door je kamer laten vliegen. Oh, hier is nog een wesp. De aardhommel. Dat is een bij, bij. Nou, hier is het Pimpernelblauwtje. Kijk. Dit uh, is wat ik tot nu toe heb. En zoals je kan zien. Ik heb nog geen dubbele plaatjes. En dat is wel relax. Dat is super vet. Um, dit was hem voor vandaag. Ik hoop dat ik morgen mijn spullen binnen heb. Dat zou wel heel relaxed zijn. Dan kan ik voor donderdag meteen het boek laten zien. En dan kunnen we daar doorheen bladeren. En dan kunnen we voor vrijdag kunnen we plaatjes weer gaan doen. Nou ja, dit zijn ze. Ik hoop dat je hem cool vond. Ik uh, zie je graag weer terug. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet op like te klikken en op dat belletje. En tot de volgende keer. Doei doei.